waar heb je het nou? Weet je wel, dat soort dingen. Dan moet je verdomd goed uitkijken dat je je eigen peace of mind niet verstoort. Want dan, ja, oké, okay, dan... Nee, ja. je kan er pas voor een ander zijn als je er zelf ook helemaal bent. Ja. Dat is. En daarvoor moet je van jezelf houden. En dat hebben ze ons ook allemaal geleerd dat dat niet kan, weet je wel. Net wat je zegt, versterving al je lul. He, maar ik geloof dat het daar juist begint. He. Ja, maar van jezelf houden is dat een hele hoop mensen weten niet hoe dat moet, hoor. Nee, dat klopt. Nee. Dat is, daarom, je moet je tv buiten flikkeren. Ja. Oh, maar er zijn, ja. En ook enkele van die dingen. Er zijn ook wel momenten dat het... Oh ja, man. Ik bedoel, je kan dat kijken naar uitzending gemist. Ja, maar daarvoor moet je eerst op tv geweest zijn, anders kan je niet missen. Nee, dat kan je ook met een computer. Ja, met een iPad. Nee, maar uitzending gemist, je kan pas een uitzending gemist hebben als hij eerst op tv geweest is. Als zij er niet op tv zijn, zou hij ook niet op uitzending gemist zijn. Want dan zou niemand maar daarvoor hebben we YouTube, hè. Ja. Het is een mooie wereld. Ja, zo zit zo'n, het zo'n moeder die... Ik maak muziek. Zo'n moeder die naar mij toe zegt van... Mijn zoon is 11 en die is vanavond een fan van u geworden. En de jochie die zegt van, ja meneer, ik ga vanavond alles van u downloaden. Ja, maar, the new world, man. Hey, ja, maar dat is toch... Welkom, love or leave it. Als die er niet was geweest, dan... Kijk, dat is ook een beetje de discussie. Jij zal daar misschien weer... Ja, want dat is ook zo mooi. Kijk, oké. Anders, als dat medium er niet was geweest... Dus die, kijk, nu wordt het gedownload. Dus jij wordt er in principe... word jij erdoor benadeeld. Als we dus, zeg maar, uitgaan van het verdienmodel dat de industrie vast heeft. Maar aan de andere kant is het ook zo. Jij bent een muzikant of een artiest. Omdat jij dat bent. En niet omdat je dat wil zijn. Jij bent dat. Ja. En dan gebeuren er ineens hele rare dingen. Maar waarom doe jij dat? Want, jij doet dat om mensen te bereiken. Dus het moment dat jij iemand bereikt, zou je daar dus heel blij mee kunnen zijn. Ja. Want er is een nieuw iemand die mijn werk waardeert. En maar krijg ik daar wat voor? Maar doe je het in eerste instantie omdat je er anders wat voor krijgt? Of doe je het omdat je het doet? Omdat je het wil doen? Kijk, dat is niet juist. Dat die discussie is buiten jouw macht. Hè? Kijk, op een gegeven moment word ik gebeld door mensen op optreden en zeg van, kom je spelen? Ja. Ja, maar je moet wel dat lied spelen van vrijheid is een volgetankte Mercedes. En anders hoef je niet te komen. Hey, zo nou. Het is ooit een verboden single geweest, want ja, Mercedes, dus je kunt niet draaien op Hilversum als reclame, weet je wel. En ik kom op YouTube. En daar staat mijn liedje. Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Nog geen plaatje van mij. Gewoon een zwart vlak. Witte letters. En er staat bij. Hij is 77.000 keer bekeken, weet je wel. Ja. YouTube maakt hits, man. Ja. Elke man. Nee, maar dat is, kijk, dat is wel de nieuwe generatie. Kijk, en dat is ook weer zo mooi. Ik heb 32 singles gemaakt. Er zijn er 20 van geboycott, in feite, weet je wel. En al die nummers die toen geboycott zijn, die worden nu grijs gedraaid door de piraten. Ja. Weet je wel? Dat is zoiets verband. Nee, maar er is ook een hele ondergrondse stroming. Jij loopt al wat langer mee. En dat is ook heel erg leuk dat we hier nu zitten natuurlijk. Met iemand die ook nog over de vorige revolutie kan meepraten. Dat is een beetje, zeg maar... Ja, dat was bij Paradiso. Ja, nee, maar dat is... Bonnie Sinclair zei van, ja, dat is de eerste keer dat ik bij Paradiso speel. Weet je wel, eerste keer. Ik denk, ik heb het mee geopend. Weet je. Ja. Nee, maar dat... Kijk, dat... Zijn er nog beelden van trouwens? Volgens mij niet. Nee. Ja, misschien maar dat is ook weer de ben grap. Ik te vinden ergens. Dat is ook weer de grap natuurlijk van YouTube. Want er is wel een enorme schat aan muziek. Ja. Oh, en teksten terugzoeken. Ja. En, je kunt nagenoeg alles vinden. Dus er is wel een schat aan informatie ook vrij. En dat is ook weer. Maar aan de andere kant. Dat vind ik ook mooi hoor. Ja, maar aan de andere kant is het ook weer zo dat het daardoor voor mensen die dat doen omdat ze dat zijn, omdat iemand een artiest is, die moet daar ook in zijn onderhoud in kunnen voorzien op een bepaalde manier. Kijk, dat is het punt. Dat zegt tegen mij ook wel eens van ja, dan verdien je geld met je optreden. Zeg van ja, dat kan ik. Maar er zijn een heleboel. Maar jij hebt nu je gezondheid. Auteurs die dus. Niet optreden.
En die mensen die zitten s'avonds die liedjes in elkaar te zetten. Ja, ja, maar die moet je ook betalen. Ja. Geen gelul, weet je wel. Ja, maar... En dat excuus van, ja, maar hij treedt op. Nee, er zijn er een heleboel die niet optreden en die wel liedjes schrijven. Ja. En die mensen, ja, daar moet je ook voor zorgen. Ja. Geen gelul. Nee, maar dat ja. bedoel ik. Dus dat, ja. is, dat ja. is een heel moeilijke relatie. Ja, ja, ja. Die ik kreeg op een gegeven moment van de Buma zelf kreeg ik een schrijven van... Hoe los jij het op met YouTube en met liedjes op je site zetten en zo? Van, ja, hoe moet dat dan? Ja, oké. Okay, ja, je kunt er gewoon niks aan doen, punt. Iemand die zet het erop, ja, klaar. He? Ja. Maar is dat per definitie, denk je? Alles wat ik heb, hè? Alles wat ik heb, er staat erop. Hè? Maar is dat per definitie een slechte ontwikkeling? Is dat, denk je, een slechte ontwikkeling? Nee, want zoals ik zeg, weet je wel. Ik bedoel, ik was nooit in die piratenhoek terechtgekomen als ik in YouTube geweest was. En daar zullen ze ook een cd van je kopen. Oh ja. Dus de mensen die jou leren kennen op internet, die zullen ook eerder een cd van jou kopen dan dat ze je zo in de platenbak tegenkomen. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, maar dit is toch, hè. Dus het is ook een wisselwerking. Je moet gewoon je cd's bij je hebben daar waar je optreedt. Ja, nee, maar jij treedt dus op. Maar ik bedoel, ik heb het nu meer zeg maar over... Ja. Want ik vind het wel heel interessant om... want het is ook wel een wezenlijk onderdeel van wat Occupy is, zeg maar. De open source samenleving. Ja. Dus het zelf beschikbaar stellen van eigen werk voor anderen... Ja. Maar daar moet dus ook een manier voor bedacht worden waarop dit soort vrijheden ook beschermd zijn. Dus de mensen die ervoor kiezen, waarvan wij waarderen dat ze dit doen. Want als jij bijvoorbeeld 100.000 keer bekeken wordt op YouTube, is er een bepaalde waardering voor hetgene dat je doet. Dan zou daar dus ook weer een vorm voor gevonden moeten worden. Alleen in... Ja. Dat is op zich ook wel weer een uitdaging. Dat zijn kinderschoenen. Ja. Want ja, elke dag verandert de techniek ook nog. Dus ja, oké. In wording. Ja, maar dan, kijk, dan krijg je toch weer dat je eigenaarschap moet gaan nemen van iets of gaan geven aan iets en zo. Dus het is maar dat is een wezenlijk onderdeel eigenlijk van de discussie die nu overal gaande is. Want het is niet alleen in de muziek zo, het is ook in de voedselproductie is het nu zo met Monsanto bijvoorbeeld. Godverdomme nou. Ja, nee, maar... De Codex... Was ik weer? Codex Alimentarius, hè? Ja. Daar zijn ze mee bezig. En die hebben het onderhand zover dat je niet meer mag zeggen dat een appel gezond is. Want dan kun je alleen maar zeggen van een medicijn wat tussen onderzocht. En, die hele discussie plus gewoon het patent, bezig, het patent op leven. Marit heeft voor ook van die voedingssupplementen en zo. En vroeger was gewoon... medisch, hè? En nou is het allemaal doorgestreept, weet je wel. Je moet ze allemaal doorstrepen, want dan mag je niet zeggen van dat soort... Nou, dat is raar bezig, hoor. Echt.